maak vandaag kennis met chef, masseur voor het payroll en het Romex Restate marathon team. Misschien kan je wat vertellen over de voorbereiding voor de wedstrijden en wat je functie is hier. Ja, ik ben Geoffrey, ze noemen me allemaal chef. Ik ben 33 jaar en ik kom uit Eindhoven. Ik ben voor het eerste jaar dit jaar bij het team. De voorbereiding voor wedstrijden bestaat met name uit kijken hoe dat de spieren erbij staan, verharding uit de spieren halen, kijken of de gewrichten allemaal recht staan. Mensen die gevallen zijn, bekken recht zetten, wervels recht zetten en dergelijke. Dus daar proberen we dagelijks mee bezig te zijn. Oké, en je zegt even wervels recht zetten naar valpartijen en verder de personen behandelen. Ja. Is dat bij de rijders ook echt hard nodig na een wedstrijd of valt het wel mee? Nou, bij sommigen meer dan bij een ander. De een heeft meer aandacht nodig dan de ander. En als mensen gevallen zijn, kan het wel zo zijn dat het bekken scheef staat of dat er een aantal wervels niet in het gelid staan. En daar zijn we dan met name deze week mee bezig. Daarnaast hebben we in het verleden zijn we ook bezig geweest met een stukje rompstabiliteit. Hebben we gewerkt met de foam roll die we geïntroduceerd hebben. Dat is een rol om de verharding in de spieren en het bindweefsel aan te pakken. Dat is eigenlijk ook een soort van self-management van de spiercorset. Oké, en die foam roll, dat scheelt dan ook weer in de massage? Of hoe moeten we dat zien? Ja, dat is... ik ben deze week hier, in principe fulltime, maar het zijn wel acht rijders. Dus als je dat echt goed zou willen doen, full body massage, dan ben je daar dagelijks de hele dag mee bezig. En dit doet een stuk voorbereiden. En met de foam roll kun je bijna net zoveel dingen doen als ik met mijn handen kan. Dus dat bereidt dat voor. Dan heb ik mijn handen meer vrij om te mobiliseren, te manipuleren en bijvoorbeeld te tapen. Dat soort facetten, hè? Dus meer het fysiotherapeutische werk. En daarnaast passeer ik dan nog ter ondersteuning. Oké, en je vertelde al even tapen. Is dat nou veel nodig bij toch wel grote wedstrijden zoals deze, lange, veel kilometers? Moet je er nog extra tapen of valt dat wel weer mee? Dat valt wel mee. Soms als er blessures zijn of om de gewrichten in een bepaalde stand te zetten, ter ontlasting. Maar deze week is dat nog relatief weinig voorgekomen. Ja. Oké, nou dankjewel. En laten we hopen dat we misschien wel kampioenen onder die handen hebben gelegen. Nou, we hopen het. Oké, dan. Succes verder. Dank je.